In mijn, naar mijn mening is dat ideaal voor de lopers. Het is altijd heel moeilijk om voor een hele marathon de warmte goed kwijt te kunnen. De warmte te kunnen laten afvoeren. En met regen is dat niet zo'n probleem. Met wind ook niet. Op regen en wind kun je ook heel goed instellen. Kun je je tactisch plan op afstellen. Als het nou heel warm zou zijn geweest, dan zou ik grote problemen voorzien. Maar met dit weer kunnen alle doelen gewoon gehaald worden. Alle doelen gehaald worden. Eén doel van de organisatie is dat er een nieuw parcoursrecord gelopen wordt. En bij de vrouwen een nieuw Nederlands record. Dat kan dus onder deze omstandigheden? De omstandigheden zullen daarbij niet in de weg liggen. Absoluut niet. Dan hangt het dus af van de persoonlijke vorm? Ja, daar hangt het van af. En van de keuzes die atleten en atletes onderweg maken. He, of ze de vorm hebben en of ze de juiste keuzes maken. Daar hangt het dan van af. Want afgelopen weekend was het snikheet met temperaturen van 25, 26 graden. Ja. Bij dat weer, wat zou dat betekend hebben voor de marathon van Eindhoven? Ja, dan was het over. Dan waren alle tijdsdoelen niet realistisch geweest. Er zouden geen parcoursrecord hoeven te worden aangevallen, want ze zou onmogelijk zijn. En dat zou heel erg jammer zijn geweest van al die maanden investering van al die atleten die dan aan de start komen. Je zegt net het weer, hè, met een beetje wind en wat regen en een graadje of 15, 16 is niet verkeerd. Benadert dat het perfecte weer? Voor mij persoonlijk wel. Ik hou erg van herfstweer. Ik denk dat de wind wel een spelbreker kan zijn. En dat het dan heel belangrijk is om ervaren te zijn. En ook een ervaren organisatie te hebben. En die heeft Eindhoven natuurlijk. Het wordt ontzettend belangrijk dat voor de kopgroep en voor ook de eerste dame Hilda Kibet. Dat daar ervaren tempomakers zijn. Die ook niet zullen proberen met wind tegen of met wind mee dezelfde kilometertijden te lopen. Maar die op intensiteit zullen lopen. En die de lopers en de loopsters uit de wind zullen houden tot kilometerpunt 34. Omdat tot dat punt de omstandigheden, het parcours open en zwaar is met wind tegen. Hilde Kibet is net teruggekomen uit Kenia. Daar heeft zij nog een hoogtestage vervuld. Ik geloof dat het regenseizoen is in Kenia. Dus als het hier regent, komt haar wel uit. Ja, dat zal haar wel vertrouwd voorkomen. En wat ook fijn is in Kenia, als het daar regent, dan hangen er grote plakken modder aan je schoenen. Dat is nogal een plakzooi, om oneerbiedig te zeggen. En in Nederland regent het en dan heb je perfect asfalt erbij. Dus ik denk dat ze daar alleen maar blij om zal zijn.